Maandag 23 september 2019 start van een nieuwe werkweek. Maar niet voor een ieder is het de start geweest van een nieuwe werkweek. Zo is dat het geval bij de SBB hier aan de Martin Luther Kingweg, waar vandaag dag 6 genoteerd wordt van de acties. Nou, wat men wil is aanpassing van de salarissen of een correctie op de salarissen. Want wat de SBB'ers ontvangen, dat is dan Amerikaanse dollars, maar tegen een veel lagere koers. En men wil nu toch wel dat dat allemaal rechtgetrokken wordt. Dat is nou waar men dan tegenop botst, want vanuit de directie is er geen oplossing. En men is wachtende ook op de minister. Vanavond moeten partijen bij de bemiddelingsraad, zegt ondervoorzitter Dino Supraien, met wie wij spraken. Wat is er nieuw voor wat betreft de acties hier bij de SBB? Wat nieuw is, is dat we nu binnen mogen zitten. We hebben de voorzitter, Lloyd Reed, is vrijdag geweest. En we hebben een afspraak gemaakt met de directeur, de waarnemend directeur, om te praten over het feit dat we buiten zitten. En na een gesprek hebben we de goedkeuring gehad van de directie dat we wel binnen mogen zitten. Er zijn wel een heleboel voorwaarden, maar belangrijk is dat we binnen zitten en dat we toch een beetje veiliger binnen zitten. Maar de acties zijn nog steeds gaande. En mag de gemeenschap weten onder welke voorwaarden jullie op het terrein mogen? Ja, dus we mogen niet bijvoorbeeld niet te ver. Dus eigenlijk is het direct van de poort naar de garage. Andere gangbare dingen, geen proppen en dat soort zaken. Maar we houden altijd schoon. En dat we gewoon echt onder die ruimte moeten blijven. Dus dat zijn de onder andere een paar voorwaarden. En hoe gaat het met het houden van vergaderingen? Nou, zoals u ziet, we zijn er en wanneer er afspraken gemaakt moeten worden of wanneer er bijzonderheden zijn, worden het gewoon doorgegeven aan de mensen. Dus dat gaat gewoon doorverlopen. En dat gesprek welke de voorzitter voerde, ja, was dat sect dat jullie binnen moesten? Er is niet over gesproken dat er een oplossing kwam? Nou, dat gesprek tussen de voorzitter en het bestuur met de leiding was sec dat we naar binnen kwamen. Voor het andere gedeelte zijn we bezig met de minister. Dus als we praten over de lonen. Dus dat is weer een ander deel. Maar voor ons als bestuur was belangrijk dat we niet buiten worden gezet. Maar dat wij als kinderen van het huis ook binnen zijn. Maar natuurlijk, ja, we moeten dan rekening houden met een paar zaken. Maar wanneer is het laatst dan gesprek geweest met de minister? We hebben nog geen gesprek gehad met de minister. De minister, wat ik heb begrepen, is de minister bezig met onze case. Hij moet het bespreken met zijn meerdere. En we wachten af wat het wordt. Maar we hebben tot nu toe geen gesprek gehad. Dus zijn meerdere, de VP of de president? Dus ik denk dat het de president wordt. Dus dat de case goed wordt besproken met de president, denk ik. En dat we daarna horen wat er verder gaat gebeuren. En dit is actiedag nummer? Dit is actiedag nummer 6. En yes. Hoe is de situatie? Want de eerste keer toen we jullie actie voerden en we vroegen u wat zijn de directe gevolgen voor de economie. Dan zei u me dat de exporten gestopt zijn. Dat alles geldt nog? Of zijn er toch wel nog mensen van jullie die de werkzaamheden uitvoeren zodat toch alles nog doorgaat? Nou, de gevolgen zijn eigenlijk hetzelfde. De exporten zijn natuurlijk onder druk. De inkomsten voor de organisatie en voor het land zijn ook onder druk. We moeten rekening houden dat 100 van de 200 zoveel mensen dat meer dan de helft in actie is. Dus dat wil zeggen dat die organisatie toch lam is. De posten daarvan, wat we tot nu toe weten en gerapporteerd hebben gekregen, is dat gewoon één post draait, maar alle andere posten zijn gesloten.
Dus ja, het is wel voelbaar. Landelijk SBB? Ja, landelijk. We zijn landelijk gesloten. Dus we doen een paar zaken niet. Dus het is wel voelbaar voor de economie, wat wij ook jammer vinden. Maar we geloven dat er toch een oplossing komt. Ja. En onder die druk die er is, hebben misschien stakende leden besloten om het werk te hervatten? Nee, alle stakende leden zijn er nog. En je hebt een paar leden die vanaf het begin ervoor hebben gekozen om te werken. Dus die hebben ook hun ding laten doen. Het is hun recht. Maar alle stakende leden zijn in actie. En nog steeds staat dat overeen? No work, no pay? Ja, dat hebben we tot nu toe begrepen, dat no work, no pay nog gehanteerd wordt. Ja. Dus dat betekent dat wanneer jullie straks eind van de maand jullie salarisslip krijgen, jullie over een week, maar nu is het een week staken, geen gelden zullen ontvangen? Dat klopt, ja. Dus het is jammer, maar dat wil zeggen dat we hoogwaarschijnlijk dat gehanteerd wordt. En, maar dat geeft ook aan dat de mensen bereid zijn die offers te brengen. Want iedereen is nog hier, iedereen is nog even gedreven. Dus dat geeft aan dat de mensen nu wel echt de oplossing willen in deze zaak. Maar wie zou die echte oplossing moeten brengen, heer Sopraaien? Nou, zoals de zaken gaan, stellen we ons vertrouwen natuurlijk in de minister. En natuurlijk de president, denk ik, gaat uiteindelijk beslissen, denk ik. Ja. In van deze dagen toen we u interviewden en toen jullie nog jullie post hadden gevat op straat, toen zei u, wanneer we binnen toegelaten worden, zouden we waarschijnlijk hervatten met de werkzaamheden. Hoe zit het daarmee? Nou, we zijn onder andere voorwaarden binnen. Ja, je bent altijd hoopvol gestemd dat er alle oplossing was en dat iedereen goed weer zijn werk kan doen. Maar we zijn, zoals u ziet, nog niet eruit. Dus we zijn wel binnen, maar we werken niet. Dus ja, we zijn toch onder andere omstandigheden binnen dan ik voorheen had gehoopt. Ja. Hoe is de relatie na een week staken met de waarnemend directeur? Nou, de relatie met de waarnemend directeur, we zijn nog altijd on speaking terms. We hebben vrijdag, zoals ik aangaf, gesproken. We hebben naar elkaar geluisterd. We hebben ook uitgelegd wat onze problemen zijn met het feit dat we buiten zijn gezet. En er is een reactie gekomen en zoals u ziet, positief. We mogen naar binnen, dus ik denk dat de directie ook haar deel doet om toch de gemoederen bij elkaar te houden. Want at the end of the day moeten we het samen doen. Als er een oplossing komt, gaan we weer samen moeten werken. En dat is belangrijk om die organisatie positief naar buiten te brengen, op te bouwen en ook om het land te helpen met de inkomsten. Is dit iets nu voor bemiddelingsraad? Ja, de bemiddelingsraad, ze hebben ons ook uitgenodigd hoor, voor vanavond 8 uur. Ze hebben geïnterveneerd, dus dat wil zeggen op eigen titel hebben ze besloten om ons uit te nodigen om partijen te horen. Dus we moeten vanavond naar de raad om te praten. Wat zal jullie ertoe bewegen, heer Sopraaien, dat de werkzaamheden weer hervat worden? Nou, zoals de leden hebben aangegeven, willen ze concrete afspraken hebben rond dat van de salarissen. Men wil zeker van zijn dat er punt 1 iets uit de bus komt en punt 2 dat het wordt uitgevoerd. Omdat, ja, je moet zich voorstellen, vanaf 2015 zijn we onder die druk. En vanaf 2017 hebben wij als bestuur zijn we constant in onderhandeling geweest. En we zijn 2 jaar verder. Dus u begrijpt dat de leden een beetje, ik zou niet willen zeggen getraumatiseerd zijn, maar dus dat ze een beetje voorzichtiger zijn geworden. En zeggen van nee, we willen concrete dingen zien op papier en dan gaan we verder. Dit is niet de eerste actie hier bij SBB, maar duurt deze wel het langst? Ja, dus wat we merken is dat is al de 6e dag. Ik denk dat onze langste ook 5 of 6 dagen heeft geduurd. Dus hopelijk weten we vandaag of morgen al iets en kunnen we weer gaan werken. Want wij houden ook niet van actie voeren. Maar om ons recht te bereiken
moet je het soms doen. Maar wij willen werken. We willen gaan werken. We willen onze normale routine weer uitvoeren. Dus we hopen dat, dat er een snelle oplossing komt. En tot hoe laat zult u en de leden hier blijven? Ik denk tot midden van de dag. En dan zullen we verder kijken wat we morgen doen.